Kijk eens hoe mooi deze auto is. Ja, we zitten even lekker te kalen. Saapjes. Kijk, daar hebben we mijn liefdallige vent. Nou, ik ben niet blij, want we moeten zelf lopen. Ja. Waar is papa? Kom hier. Nee, nee. Nee, deze kant, schat. Hier. Hey. Loop, Jutty. Kijk eens hierachter. Oh, kijk eens achter mij. Ga eens achter kijken. Ja. Joepie, daar komt nummer 2 aan. Oh, nou kun jij niet los. Oh. Oh. Nou, is dat papa dan? Kom hier. Is dat papa? Ga kijken, is dat papa dan? Oeh. Is dat papa dan? Ja, nee, papa. Oeh. Ja, ga kijken, papa. Kom, kom, kom. Ja. Ja. Hey. Hele goedemiddag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Roderick en Karin. Karin en Roderick, ja, dat zijn wij. Het is vandaag zondag 27 november 2022. En het is nu 15:51. Ja, helemaal correct, te moen dood. En ik sta nu voor het verkeerslicht. En ik mag nou niet doorrijden. Want dan sta ik op een mooie... afgekruist gebied. En dat gaan we niet doen. Nee. Nee. Anderen doen dat wel. Ja. Kijk maar. Anderen doen dat wel. Oh. Niet handig, hè? Is niet handig, niet. Is niet handig. Nee. Dus doe dat dus ook nooit op je examen. Dit. Rijexamen. En gewoon helemaal niet doen. Niet. Nee. Precies dat. Dus wij wensen jullie gewoon heel veel kijkplezier op deze gloednieuwe vlog. Die kiest toch eieren voor zijn geld. Ja, ja. Ja, waarom zou ik harder gaan rijden als het helemaal niet hoeft? Ja, tuurt. Ik kan niet doorgereden worden, want het is daar geblokkeerd. Jullie gaan daar blokkeren. Ik vind het wel leuk hoor, altijd hier. Waarom er nog zo dicht bovenop zitten? Handig. Waarom? Voor wat? Je kan er nergens meer naartoe hoor. Nee, daar kun je ook niet langs. Waar langs? Nee, langs. Niet? Nee. Waar? Ze staan te blokkeren. Oh, is dat zo? Ja, ze staan er toch gewoon te blokkeren. Nou, die kruising vrij. Ja, maar dat is te moeilijk. Als je niet kan rijden, rij dan niet. Nee, maar dat kunnen ze ook al hier allemaal niet, schat. Ze kunnen hier ook niet rijden. Hé, hey, doe er eens wat aan. Doe er eens wat aan deze kruising. Ja, maak er een grote rot. Ga even bonnetjes schrijven. Bonnetjes schrijven. Geld in. Nee. En voor de mooie straatkas. Wat gaan we doen? Een bonnetje. Wat gaan we doen? Bonnetjes? Nee. De langs. hij staat van deze kant. Serieus? Nee, wel de langs. Hij staat voor deze bijna. Hij staat voor rechtdoor en hij gaat daar naartoe. Hoe dan?
Zelfs de politie maakt overtredingen. Ja, echt. Ja, dan heb je vraag van waarom wil men niemand bij de politie werken? Nou, misschien op deze manier. Dat ze er geen vertrouwen in hebben. Klinkt als corruptie, maar dat is het niet. Gewoon een overtreding. Kijk, maar nou heb ik wel zicht. Wat gaan we daar doen? De kruising blokkeren? Helemaal goed, kijk. Die witte blokkeert nu. En die grijze komt eraan. En je mag daar niet in. De witte gaat nu weer terug proberen te gaan. Maar het lukt niet, dat stond je net al. Ja, dat is de kruising blokkeren, ja. Nou, en van de week en zaten ze helemaal vanaf hier helemaal de kruisingen te blokkeren, vanaf daar. En ik kwam al vanaf die kant, kijk, en dat is dus wat ik bedoel. Maar wat ik bedoel, dan, ik kwam vanaf die kant en ik zie ze al hier dus staan. Dus ik ga alvast aan deze kant en ik ga er omheen. Mazzel, doei. Kijk, want ik ben sneller weg als hem, hoop ik. En dan kan ik er zo langs. Kijk, ik ga hem al starten. Ze mogen al rijden. Ja, dat weet ik. Boven de toren. Mag je wel toren? Ja, volgens mij wel. Dat is een beetje moeilijk. Maar het kan wel als je kort op rij zit, dan lukt dat dan. Nou, kom! Nee, dat zei je nog. Godvermoeiende. Alweer. Ja, alweer, ja! Bots? Ja. Dat is hier zo vaak bijna, schat. Het is hier niet goed geregeld? Ja, weet ik veel. Ja, en ik ga er ook omheen. Zo. Kijk, want dan blokkeer ik ook niemand. Jij moet naar rechts. Ja, tuurt. Even doorrijd. Niet ga je gaan wachten voor het groene licht. Er zijn meerdere die zo denken, hoor, met mij. Ja, rijden we. Jezus! Jongen, nog aan toe. Ken je nou verkeer regelen of ken je dat niet? Nee. Godsamme! Ja, een beetje met zuimer weg staan. Samme. Ja, ga er maar weer tussen, kom maar. Iedereen moet hierin. Bijna wel, bij jou. Als je vast doorrijdt, hè, kun je er naast gaan staan. Gewoon die taxi achterna en iedereen die staat daar nou te wachten. En ik niet hoor. Wat verdorie. Tjoe, nog aan toe. Ik snap sommige mensen niet. Waarom kun je gewoon niet zo doorrijden? Ik snap dat niet. De weg is ook niet ingericht op dit soort situaties. Nee. Dan geef je groen en daar blokkeer je het. Je weet dan zoveel auto's zitten dan daar. Rook dan alvast dat de rest gewoon door kan rijden en opvullen. Dat is te moeilijk. Nou, waarschijnlijk is het daar en daar weer vol. Wat dan? Nee, daar weet ik niet om. Zet ik hem gewoon wel bij je ozon neer als het echt zo is. Dan rijd ik me wel weer even een blokje of zo. Prima. Ja, mensen, kom op. Rijden. Zo moeilijk, hè? Rijden. Rijden. Jezus! Geraad wordt het ding. Echt iedereen die wil hier naartoe, hè? Waarom? Dat doet au en au aan je auto, hoor. En maar waarom zit je uitlaat zo hoog? Eigenlijk, enigszins. Kan niet dat worden tijdens de regen. Verkeer.
verkeerschaos rondom de Westfield Mall of the Netherlands. Mm. En met de feestdagen. Mm, dat sowieso. Godverdorie. Ja, soms en soms en dan gaat hij niet zelf, dus dan pleur ik hem zelf wel in de P-stand. Ja, dan, en dan staat hij alsnog op en op zijn handrem. En dan gaan er weer mensen uit. Want het duurt te lang, waarschijnlijk. Wacht hier al een tijdje. Mensen rijden. Zo, jij joh, hè? Bots. Tjonge nog aan toe. Eens even uitstappen dan. Ja, hier sta je op een zebra. En dat mag niet. Kijk, en dat zal mij dus niet overkomen dan, hè? Ik let daar dan weer heel goed op dat ik dus dat niet doe. Anders stap jij zo vast uit, kan je kijken even of hier plek is. Nee, die wil ik niet, maar ik heb geen plek, hè? Nee, duh, dat snap ik ook. Ja, ja. Milieuvervuiling! Zal ik dat eens even oppakken en weer terug in je eigen auto flikkeren of zo? Helemaal vol. Kijk, en nou doet hij het wel uit. P3 is vrij. Ja, ja. Is vrij, zegt hij. P4? P4 staat niks. Ja. Want P is... Route P is vol. P3 is vrij. Ja, P4 is niks. Nee, is uit. 19. Oh, 19. Naar weer.nl. Sky Radio Flits Update. Flitsmeister. Er zijn op dit moment geen flits. Zo, paaltje omver gereden. Ja, dat sowieso. Hierin of gaan we? Nee, gaan we naar boven. Als daar geen. Hier komt iedereen weer terug, zeg maar. Oh, je komt er nu deze kant weer op rijden. Ja. Het is er helemaal mik vol. Ja, ik laat je er niet tussen. Doei. Met nee, we gaan hem nou en nou niet dichtgooien nu. Donder op. Nee. 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 Doorrijden. Nee. Please. Doorrijden, jongens. Kom op. Door. Rijden. Nee. God, vergloeiende. Ja hoor. Afgesloten. Oh, niet. En er staat al iemand, oké. Okay. Er staat iemand hier te blokkeren. Toch? Ja. Die even wachten, jullie mogen door. Dat is aangeven. Ja, ik denk, ik moet wachten, sorry. Nog maar 7 over. Ja, komt hier altijd. 6. Maar hij reguleert het wel beter. Boven helemaal? Kijken? Ik denk het. 2, 3. En die pizza. En ja, mag je hier parkeren? Ja, even
check. Ja, maar ik bedoel daar checken met je ogen. Niet daar. Een leon. Een blauwe nog wel. Hallo, dit is waar ik niet om vraag. Kom. Dit is de... Spiegelverwarming. Moet je kijken hoe snel dat weggaat. Er gaan mensen weg en er staat al iemand op. Oh, niet jammer. Kant gaan staan en richting aangeven. Helemaal goed. Er gaan meerdere mensen weg daar. Ik moet zo'n grip inzetten. Hier ook barsten. Nou, ik ga wel inderdaad lekker naar boven, toch? Een nieuwe pizza. Zelf een vork, hè? Nee. Want dat was een leon, schat. Waar ze heen reed. Ook een FR. Nee! Oh, rustig zoeken. Ik ga haar achterna, vind ik leuk. Uitstappen dan. Ik zie hun in één keer staan. Ik denk, mooi. Beslim. Schat, even wachten. Ik kan inparkeren. Dicht. Nee. Nu kan ik rijden. In één keer naar achteren. Op weer achter gezeild. Kijk eens hoe mooi deze auto is. Kikken. Kikken hoor, deze kleur. Moet eens kijken. Schaaf hoor. Hele mooie. Nu. Ja, we zitten even lekker te kalen. Saampies. Kijk, daar hebben we mijn liefdallige vent. Hij schat. We zitten dus nu bij Ozon. Eens een keer te eten. Sally, wat heb jij? Ik heb een brood. Dat ziet er ook erg lekker uit. Niet zo heel veel op. Nou ja, en cola. En ik heb een hele uitgebreide menu. Dus als ik vol zit, dan kan hij ook nog weer wat op kanen. Ik zou zeggen, eet smakelijk, schat. Hier heb je een servetje van mij. Ik heb er twee. Eigenlijk. Dankjewel, wat ben je lief. Smakelijk. Koffie. Oh, wat hebben we lekker gegeten. En nu gaan we weer eens even kijken bij onze bekende kortingsvierkante ding. Ja, kortingsding. Eens even kijken. Er zit niet zo heel veel in. Nee. Maar wel een rookworst, schat. Rookieworst. Voor... Nee. Nee, niks. Hier, poedeboepie. Nou, ik net kijken voor je. 2,50? Wat? De horis worden wel duurder, hè? 70 voor. 3 euro, nee. 4 euro. Nee, ben ik. Maar dit. Ze worden wel duurder, hè? Ja, maar 1 euro was, had ik het meegenomen. Ze worden wel duurder.
Nee. Nee, ook niks. Kom, ga weer verder koeken. En anders gaan we weer lekker de winkel uit. Lekker makkelijk, ook goed hoor. Het maakt ons toch allemaal niet uit. Nee, maakt ons niet uit. Reskat, nee hè. Moet je even kijken of er nog frambozen zijn. Ja, moet je even ertussendoor wringen. Ja. Doe maar. Doe maar. Ja, en anders loop je die kant op. Oh. Jij blijft wachten en ik ga doorlopen. Ja, ik ook goed. Oh, heerlijk. Moet je even kijken of er nog frambozen zijn, schat. Moet je even kijken. Ja. Hij wordt dan met die koele kaartjes. Van de kale boelie. Ja, geen idee. Ik ook. Dus even kijken. Framboos. Ja, framboosje. Ja, framboos. En ik ben niet boos. Framblij, ja precies. En dan heb je nog een framboos. Eentje wel genoeg. Eentje wel genoeg? Oh, kijk. En dan wil ik nog eventjes kroephoek hebben. Dat is lekker, kroephoek. Oh, het is hier zo lekker warm, jongens. Heerlijk. Even kijken, was dat hier? Ja, dat was hier. Hé, hey, joepie de boeie. Hé, waar? Wat? Kartoffelsoep. Wat? Ja. Nee. Maar we gaan toch 5 december weer naar Kleven toe. Boodschappen te doen. Dus we moeten hier en hier gewoon eigenlijk niet meer zoveel halen, zeg maar. Maar gewoon... In Duitsland grote boodschappen doen. Ja, we. Pittige kruid. Die vind ik wel lekker. Neem ik daar even 2 van mee. Nee, 2 schat. Alsjeblieft, ja, 2. Hè? Huh? Wat? Zullen we het nou doen? 3, nee. Oké, als jij het zegt. Want nu betaal je 9%. Huh? Even kijken. Kijk, nu betaal ik dan. Dat is lange plak. Nee, ho. Deze, ja. Ja, zo. 99 cent, ja. Dus dat zijn maar 3 euro. Ja. Dus als je nu 3 euro betaalt, krijg je een stuiver terug. Anders krijg je niks terug. Oh, kijk. Goed zo. Top. Weet je dat? Ben je wel 95 cent duurder uit, maar dan hoef je niet 1 euro te betalen, die laatste. Nee, dat is waar. Dat is waar. Helemaal goud. Ja. Wat dan? Ja. Langs de koele Kali. Liep een kale koelie met een kilo kali op zijn kale kop. Okay. Toen viel de kilo kali van de kale koelie in de koele kali. Okay. Toen dook de kale koelie in de koele kali en viste ze daar zijn kilo kali op. Ja. Toen liep de kale koelie met zijn kilo kali op zijn kale koeliekop langs de koele kali. Ja, ja. Of iets dergelijks. Ja, ja, okay. Even zo'n breinbreker, nee, zo'n tongbreker. Oké. Maar, wil je lachen? Ik wel. Ik heb mama gisteren laten schrikken. Mag dat zomaar? Mama laten schrikken. Nou, mama die zei dus tegen mij, ja, dat ze dus bezig was met kersttakken te doen. Kersttakken? Kersttakken en daar dus gewoon mooie kransen van maken en die versieren en die dus ophangen. Oké. Okay. Maar ik kwam dus bij de poort en ik doe de poort open, maar ze was dus zwaar buiten bezig. Mm-hmm. En ze had me dus niet in de gaten. Oh, dat scheelt weer. Dat is leuk. Dus ik ben aan het filmen en ik zeg in één keer, hoi, schot er wezenloos. En dat vind ik leuk, mama laten schrikken. Hé, mam? Ja, vind ik wel leuk, ja. Nou, ik ben niet blij, want we moeten zelf lopen. Ja, is niet leuk. Nee. Nee, hij gaat niet hoor, schat. Echt niet. Hij gaat niet. Ga je serieus stoppen? Hij gaat niet, schat. Hij gaat niet. Ja. Ze moeten daar eens een keer mee gaan stoppen. Welke kant? Die kant eruit en het regent. Die kant eruit. Oké. Okay. Wat jij wil hoor. Buiten gebruik.
Oh, wow. Raining man, hallelujah, it's raining man, it's man. Ja. X-Men? Wat? X-Men? Ja, bijna wel. Nou, het regent. Water. Het is hier een beetje donker. Zit je? Waar staat mijn bolide? In mijn lampje. Zit je, waar staat mijn bolide? Ja, ergens, daar. Serieus? Hé, wat? Knopje indrukken, dan zie je hem wel. Oh, daar, ja. Zo. Kijk, kijk. Knopje indrukken en dan zien we hem wel, hè? Ja! Jee! Joep voor de poepie. Ja. Helemaal goud. Dus, hé, daar doet het niet en hier doet het weer wel. Dat is handig. Ik lig dus al lekker in bed en ik hang, maakt even allemaal niet uit, even Gio Latoy te kijken naar Paniek, ze is gestoken en Rari ontmoeten in zijn huis waarschijnlijk. Gio Latoy, ik zou zeggen, kijk ook even bij hem, helemaal top. En 11 december, ik zal het even gelijk even zeggen, komt ook een super leuke vlog. Want dan ga ik een bekende YouTuber zien, jongens. En 11 december zijn Ro en ik namelijk 4 jaar getrouwd. 4 jaar. Ja. Dus ik zou zeggen, abonneer even als je dat nog niet hebt gedaan. Het is een korte vlog. Ja, ik weet het. Maar oké, dat hoort er ook even bij. Maakt allemaal niet uit. Ik zou zeggen, abonneer even op dit zwarte of witte abonneerknop. Geen idee. Ik weet even nou niet welke kleur het is. Moet ik even achterkomen. Maar dat maakt niet uit. Doe het belletje aan. Doe het duimpje maar even omhoog. En laat even tevens gelijk een leuke reactie achter. En dan zie ik jullie graag morgen weer terug bij een gloednieuwe vlog. Ciao.